Een verschrikkelijk gevaarlijk punt weer. Je moet altijd oppassen. En heel vaak squalbennen zei die stutten samen roeren. Nou ja, dan kon je druk worden natuurlijk, maar in feite moest je wel oppassen, ja. Wat wie je nou krijgt zo gevaarlijk? Voornamelijk dat de auto's veel te snel rijden. En ja, de oersteking van voetgangers en van fietsers. De fietsers die weten net waar ze fietsen maaien. En de voetgangers die willen op het zebrapad omrijden. Dus dat is net echt veilig. Nee. Zond Jel wie jullie wordt er al onder rotonde werken. We hebben een mooie planning. We krijgen een week voor de bouwvak bij we begonnen. Vanwege de squal en het oorverkeer hebben we hier een stremming op. Dat de bussen hier net zo vol met el komen. En het is de bedoeling dat we nog vreed de rotonde hier door van het trokken in het verkeer op het dwarsveerten. Het verkeer kan dan wel weer trorie door het dwarsveert, maar nog net van de rotonde op de kaarten komen. Nee, de toegang naar de kaarten dat is 15 oktober weer even. En dat wordt in januari, februari tot april wordt er weer oorsluit. Want dan geven we weer verder met de werkzaamheden op elkaar. De werinrichting van de kaarten is de laatste fase van het plan. Het is de bedoeling dat de hele kade op deze straat wordt. Voor alle winkeliers wel, dat moet asfalt aan. En de middenstrook, de middenparkeerplaats, dat bloed zit. Dit doen we niks om. Maar nu is de rotonde almaatje en dat kan de omwenders net vlug genoeg gaan. Ik ben er straks voor blij, maar ik denk ik ook hoe sterk ik kan en er komt geen verkeer meer aan. Want dan moet je altijd oppassen op het dwarsveert.